Dit is ook reclame. Een poekie die foetsie is, het gevaar van stelletjes in je voorruit. En ook dit jaar waren er weer een hoop reclames die niet onopgemerkt bleven, Tim. Nee, klopt. Het is elk jaar weer raak. Er zijn onder andere wel hele vervelende, geïrriteerde en zoals je zei, het sterretje eruit reclames. Dat vind jij zelf ook irritant? Ach, man, ook zo geïrriteerd van. Ja, okay. Gelukkig heeft Radar een heel mooie lodeleel daarvoor in het leven geroepen. En wat inhoudt dat er zowel 2-tal categorieën genomineerd zijn en categorie ook gewonnen, of een lodeleel. Kunnen winnen. Als het erbij moet zijn, is 2 natuurlijk. Hè? Ja, precies. Nou, we hebben een live schakel naar, als het goed is, met Antoinette Hersenberg. Dag Antoinette. Dag. Goedenavond. Goedenavond. Vanavond is de officiële uitreiking van de Lode Leeuw. Ja. Nou, ik ben op pad geweest vanochtend om er 2 weg te brengen. Eentje in de categorie meest irritante commercial. En eentje in de categorie meest irritante bekende Nederlander in een commercial. Ik kan verklappen dat de meest irritante commercial, want dan maak ik van de top 5 die er nu is, maak ik even een top 3 voor jullie, gaat tussen Hai, dat is inderdaad Pockie kwijt. Ja. Axe, dat is de jongen met die draaiende ogen. En Vodafone, dat zijn die Muppets in zo'n busje die onverstaanbaar zitten te brabbelen. En de bekende Nederlanders die nog in de race zijn, zijn Kim Lian van der Meij in haar rol als babytje, wat een beetje een onsmakelijke uitvoering is. Rob Geus met zijn kalfsvlees waar hij blij van wordt. Nou, hij schijnt de enige van heel Nederland te zijn. Ja. En Frans Bauer, die een contract tekent van de NEM dat hij nog nooit gezien heeft. Oh. Is er veel gestemd eigenlijk op bij jullie site of niet? Ja, wederom een record dit jaar. Meer dan 66.000 stemmen hebben we binnengekregen. Dus er zijn nog flink wat Nederlanders die zich irriteren aan reclame. En wat maakt volgens jou nou, Antoinette, een reclame echt irritant? Herrie. Oh. Maakt een reclame erg irritant. Dat merken we altijd als lawaaierige reclames. Dat vinden mensen irritant als ze het niet kunnen volgen. Of grappen die niet leuk zijn. Nou zijn grappen die niet leuk zijn heel vaak irritant. Ja. Maar bijvoorbeeld die Muppets van Vodafone die in zo'n busje zitten. Dat je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Oh. En bekende Nederlanders, ja, dat is natuurlijk ook, die maken gebruik van hun imago. Bijvoorbeeld een heel betrouwbaar imago, zoals Frans Bauer. En dat hij dat dan inzet voor een energiemaatschappij waar veel klachten over zijn. Dat kan mensen behoorlijk irriteren. Nou, zullen we gaan kijken naar dat dansje met de bekende Nederlanders zoals ze ook bij jullie inderdaad voorkomen in die top 3. Kim Lian met haar baby act waar je rillingen van krijgt. Benny Jolink en zijn matige acteertalent. Ah, zag je me ziek, man? Wat een rotherrie. Frans Bauer die verkopers aan de deur met open armen en een bakkie koffie ontvangt. Nou, dan toch maar die handtekeningen. Daar word ik nou vrolijk van. Rob Geus, die als enige echt vrolijk wordt van kalfsvlees. En Henk Gemser die de hartleeftijd stimuleert door mensen de stuipen op het lijf te jagen. Dat kan beter. Goed, we weten nu al dat het dus of Kim Lian wordt, of Rob Geus, of dat het Frans Bauer wordt. Er mag niet meer gestemd worden nu in ieder geval, nee. Toch? Helemaal niet meer. Nee, want hij is al uitgereikt. Dus we maken het straks bekend. Dat doen we traditiegetrouw echt binnen het programma Radar van de Tros. En dan maken we het bekend en dan zal iedereen het weten. Maar inderdaad, Henk Gemser en Benny Joling, die maken geen kans meer. Oké. Wat is voor jou de meest irritante reclame? Wat mij betreft, ik had gekozen voor Vodafone, de Muppets in die bus. Want die vond ik zelf echt buitengewoon irritant. Ik heb echt in volle verbazing daar zitten kijken, want ik begreep er ook helemaal niks van. En ik vond Rob Geus ook heel irritant. Maar het is niet maatgevend voor wat vanavond gaat gebeuren. Okay. Want dat hou ik echt nog even geheim. Vanavond kijken dus. Ja. Vanavond om 20:30, Nederland 1, de Tros. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Oké. Okay.